Bevolking en ruimte. Hoofdstuk 3. Bevolking en ruimte in China. Paragraaf 3.2. Migratie in China. Openheid, politiek of zakelijk. China kent een eenpartijenstelsel. De communistische partij in China beslist alles. Dat is sinds 1949, toen de communistische partij in China vlak na de oorlog aan de macht kwam, al het geval. Tot 1980 is China een vrij geïsoleerd land. Dit onder leiding van haar toenmalige leider Mao Zedong. Iedereen die geschiedenis heeft gevolgd kent hem wel. Maar na het overlijden van Mao Zedong, eind jaren 70, verandert er een boel in China. De opvolgers van Mao Zedong zien toch veel meer in openheid, met als eerste de Chinese leider Deng Xiaoping. En vanaf 1980 zijn dan ook bijvoorbeeld buitenlandse bedrijven welkom. Die komen in speciale economische zones, maar er wordt wel handel gedreven alweer met China, in plaats van dat China helemaal alles zelf regelt. En ze komen er ook achter dat dit goed is voor de Chinese economie, want dit levert werk op en inkomen, en de inkomens van de Chinezen beginnen ook langzaam maar zeker te stijgen. En ook de Chinezen zelf krijgen iets meer vrijheid. Dat zien we bijvoorbeeld nu met de komst van het internet. Ze weten ook wat er buiten China aan de gang is. En hele slimme studenten mogen zelfs in het buitenland gaan studeren. Nadeel is wel dat niet alle studenten terugkeren naar China. We noemen dit de zogenaamde brain drain, oftewel het weglekken van kennis. Nou is het wel zo dat er vaak straffen staan voor familieleden als jij als student niet terugkeert naar China. Het zijn ook de studenten die als eerste het gevoel hebben dat er iets moet veranderen in China, nog sneller dan wat de Chinese leiders zelf zouden willen. En zo zijn er dan ook verschillende opstanden geweest na 1980, zoals 1989 in Beijing en nog niet zo lang geleden in Hongkong in 2014, waar ook gewone burgers achter stonden, maar met name de studenten degene waren die ermee begonnen. Dit is misschien wel het beroemdste beeld van de opstand in 1989, de Tankman op het Tiananmenplein, op het plein van de Hemelse Vrede. De rest van het filmpje vind je op It's Learning. China kent dus ook sinds 1980 die verandering in openheid, ook een snelle urbanisatie. Woonde in 1980 nog 20% van de bevolking in de stad. In 2000 was dat al 50% en dat aantal neemt alleen maar toe. Een groot deel van deze steden zijn zogenaamde miljoenensteden. Meer dan 101 steden hebben meer dan 1 miljoen inwoners. En er zijn zelfs 7 megasteden met meer dan 10 miljoen inwoners. Er zijn dus steden bij, die hebben net zoveel inwoners als bijvoorbeeld Nederland. Hoe komt die snelle urbanisatie? Vroeger gold in China het Hukou-systeem. Het Hukou-systeem hield in dat je, als je op het platteland was geboren, dat je daar ook moest blijven wonen. Als je in de stad was geboren, dan mocht je daar blijven wonen. Maar door die veranderingen in China zijn de verschillen qua inkomen tussen het platteland en de stad groter geworden. En de armoede op het platteland heeft ervoor gezorgd dat de Chinese overheid het Hukou-systeem minder streng handhaaft. De overheid verleent makkelijke toestemming om te verhuizen naar de stad en ook om daar te mogen blijven wonen. Dat betekent dus dat dat ervoor gezorgd heeft dat er veel meer mensen naar de stad zijn gegaan. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat er veel meer mensen konden werken. In met name de industrie die ervoor gezorgd heeft dat China zo welvarend is geworden zoals het nu is. En dit is het beeld wat heel veel Chinese steden laten zien. Gigantische hoogbouw, heel dicht op elkaar. De leefbaarheid is wel iets wat in dit soort gevallen er nog wel eens bij in wil schieten. Deze trek van het platteland naar de stad heeft een enorme binnenlandse migratie op gang gebracht. Enorme miljoenen mensen zijn van de ene plek in China naar de andere plek getrokken. En met name
van het binnenland naar het kustgebied. En ook voor een deel nog wel uit het westen, maar dat was al dunner bevolkt. Maar vooral uit het binnenland in het oosten naar de kustgebieden in het oosten. Voor werkgelegenheid in de industrie en de bouw. Nou, de Chinese overheid heeft allerlei maatregelen moeten nemen om die binnenlanden niet helemaal te laten ontvolken. De infrastructuur in die gebieden is verbeterd. En er zijn ook allerlei belastingvoordelen in het leven geroepen om steden in die plattelandsgebieden ook te helpen ontwikkelen. Een stad als Chongqing en Chengdu zijn nu twee grote steden die groeien, terwijl daar vroeger heel veel mensen juist uit wegtrokken. Als we even kijken naar dit kaartje, bijvoorbeeld de rode gebieden, dat zijn de gebieden waar mensen wegtrokken. Dan zien we dat uit het binnenland in het oosten er gebieden zijn waar 2 tot 4 miljoen mensen vertrokken zijn, ook rond Chengdu. En dan zien we aan de groene gebieden aan de kust, zo rond Shanghai en Hongkong met name, dat daar soms meer dan 10 miljoen mensen bij zijn gekomen over een periode van slechts 5 jaar tussen 2000 en 2005. Dit zijn getallen waar wij in Nederland ons geen voorstelling bij kunnen maken. Het is gigantische migratiestromen.